Vandaag in POV-TV, het ABC-complex. Midden in het centrum van Vlissingen zijn er 30 jaar geleden mooie appartementen voor ouderen gebouwd. Dicht bij de winkels, openbaar vervoer voor de deur, ideaal voor onze oudere inwoners. Gebouwd boven de winkels van het ABC-complex met een open structuur en een levendig uitzicht. Bedoeld als 50-plus woningen hebben veel Vlissingers daar met plezier gewoond. Maar die tijd is voorbij. Terwijl voor hun deur de straat verpauperde en een koffieshop tot veel overlast leidde, de zwervers voor hun deur sliepen en het gebrek aan veiligheid in het centrum de bewoners in huis hield, kwam er een rampzalige ontwikkeling. In plaats van de woningen aan te passen aan de vernieuwde regels voor seniorenwoningen, schrapte men die norm. Asociaal noemt de POV dat. De nieuwe eigenaresse, nota bene een woningbouwvereniging uit Middelburg, liet de 50-plus norm los en begon mensen van allerlei leeftijd in het complex te huisvesten en keek daarbij niet of de nieuwe bewoners ook wel pasten bij het karakter van het complex. Gevolg was dat de veiligheid binnen het complex afnam, er politieinvallen plaatsvonden en de oudere bewoners zich niet meer veilig voelden in hun woning. De POV heeft het aan de kaak gesteld en bij herhaling zowel bij het gemeentebestuur als bij de woningbouwvereniging op verbetering aangedrongen. Het gemeentebestuur deed er niets aan en de woningbouwvereniging ook niet. De verplichte huurdersvertegenwoordiging werd met tegenzin ingevoerd. De bewoners voelden zich in de steek gelaten. Nadat de POV weer aan de bel trok en maatregelen eiste, besloot de woningbouwvereniging de woningen te gaan verkopen. Hoewel dat op den duur wellicht de beste oplossing is, blijft het wrange gevoel dat de bewoners in de steek gelaten zijn door dit gemeentebestuur en de eigenaren van de appartementen. Wij van de POV blijven de situatie volgen en zullen er alles aan doen om het woongenot voor juist die oudere Vlissingers weer terug te brengen. De POV is er voor alle inwoners van Vlissingen. Wij maken werk van de problemen in het middengebied. Het kan niet zo zijn dat het woongenot van onze bevolking wordt verpest door criminelen die openlijk op straat handelen in drugs. En dat gebeurt dagelijks. Wie de moeite neemt om de koffieshop aan de A.G. Dekenstraat een uurtje gade te slaan, ziet talloze overtredingen van de opiumwet, van het parkeerverbod en de illegale handel van drugs. Ook aan buitenlanders. Steun de POV in het streven om daar een eind aan te maken. Dit was POV TV en dat is wat wij doen.